Nou, ze staan hier omdat ten eerste iedereen die zo'n oude auto heeft, die is heel erg trots op zijn autootje. En die wil hem graag aan het publiek, aan het overige publiek showen. En verder, ja, ze zoeken elkaar ook op. Wanneer mag je meedoen aan deze dag? Nou, je mag altijd meedoen, mits je maar een voertuig hebt wat ouder is dan 25 jaar. En dan kunt u gewoon inschrijven op de dag zelf of via voorinschrijving. En dan bent u van harte welkom. De Oude Voertuigendag is niet alleen bij het kasteel. De deelnemers kunnen zich ook inschrijven om een route te rijden. Nou, een route rijden die zetten we van tevoren uit. Vandaag, deze keer hebben we een route gehad door het Maas en Waal. Naar beneden Leeuwen, Maasbommel, al die dorpen, Herne. En zo'n rondje van ongeveer 85 kilometer was het. En daar is iedereen dus heel tevreden over. Het gaat puur om een mooie omgeving en zoveel mogelijk hele rustige weggetjes. We komen nooit op snelwegen. We proberen zoveel mogelijk binnenweggetjes te hebben. Langs boerderijen, mooie gebouwen, oude molens, kastelen, een stukje dijk, niet te veel, want we moeten rekening houden met fietsers. Tijdens deze dag zijn er ook prijzen te winnen in verschillende categorieën. De burgemeester van Wijchen was aanwezig om de prijzen uit te reiken. Ja, erg leuk. En het is natuurlijk heel fijn dat je mensen ook nog kunt belonen voor alle moeite die ze stoppen in hun passie, hun auto. En je ziet gewoon die ogen glimmen en hoe blij zij ermee zijn. En ik vind het vooral ook erg leuk dat de auto zelf natuurlijk ook een prijs kreeg. Een pak met olie. Ik hoop dat het de goede is, maar dat zal wel goed komen. Deze dag wordt door mensen uit het hele land bezocht. Onder de rijders komen ze uit heel Nederland. We hebben rijders uit Zeeland, uit Noord-Holland. We hebben er uit Oldenzaal. Dus ze komen eigenlijk nog wel een beetje uit alle windstreken. Die is een Ford F100 van 1965. Heb je hem ook al sinds die tijd? Nee. Ik heb hem sinds een jaar. En we hebben hem wel helemaal gerestaureerd. Nou, de auto is van mijn oom geweest in Australië. Hij is in 1969 geëmigreerd. En mijn oom heeft de auto gekocht in 1976. En die heb ik gehad tot 2010 en toen heb ik hem gekregen. En was hij toen ook in deze mooie staat? Nee, ik had er 14 jaar over gerestaureerd en dit is eigenlijk de eerste show waar ik met de auto kom. Oldtimers zijn niet alleen maar voor oudere mensen. Jongeren zijn er ook in geïnteresseerd. De jeugd komt veelal alleen maar voor de Amerikaanse voertuigen. De ouderen komen echt voor de oudjes zoals ze hier ook achter je staan. En ja, zo'n Messerschmittje, ja, dat doet gewoon wat met je. Dat heb je als kind ooit door het dorp zien rijden. En dat wekt zoveel nostalgie op. Daar wil iedereen naar kijken.